Hallo allemaal. Vandaag leg ik jullie uit hoe je een boom kan laten groeien in een potje. Je kunt gewoon een leeg glazen potje pakken of misschien heb je thuis wel een wekpotje staan. Dat kan prima. Daarvoor heb je ook nodig de bonen, de kidneybonen die je hebt gekregen. En een stukje wc-papier of keukenrol. Het mag best een stuk zijn, dus die rol ik even mooi op. Vervolgens stop ik de bonen ertussen. Zo, kijk, die blijft mooi steken. En ik gebruik ze gewoon alle drie, want ik weet niet of ze allemaal open zullen gaan of ze op zullen komen. Dan heb je gewoon meer kans. En hier kan ik er nog wel eentje tussen stoppen. Zo. Bonen houden heel erg van water, daar kunnen ze van groeien. Dus ik maak het papier even vochtig, even met een plantenspuitje. Zo. En daarna mag je het lekker op een warm plekje zetten. In de zon, want daar houden ze van. Probeer wel wat goed in de gaten te houden dat het vochtig blijft. Af en toe even wat weer nat spuiten. En dan kun je hem wegzetten. Het kan ook natuurlijk in de aarde. Alleen dan zul je de boontjes niet zo goed zien als hier. Als je ze in de aarde wilt stoppen, mag je ze alle drie gewoon op dezelfde plek leggen. Mag je ze helemaal erin stoppen met je vinger. Zo, dat je je vinger niet meer ziet. En de andere erbij. Zo, een beetje aarde erover. Verstop je de bonen en dan mag je ook weer het water lekker vochtig maken, want daar houden ze van. Nou, dit kan ik beter even met de gieter doen. Ook weer niet te veel water, want dan verdrinken ze. En die zet je ook weer op een warme plek. Nou, en na een paar dagen zal je vast wel iets gaan zien. Dan zul je een worteltje gaan zien aan de onderkant, want die zoekt water. En op een gegeven moment zul je een groen scheutje zien aan de bovenkant. Die zoekt de zon op. En op het moment dat je dat gaat zien, dan mag je je werkblad erbij pakken van het groeigrafiekje. En dan mag je beginnen bij dag 1. En ga maar eens proberen met een meetlint, die mama vast wel heeft thuis, het boontje te gaan meten hoe hoog het groene scheutje al is. Misschien is dat nog maar 1 centimeter of nog niet eens. En dan mag je dat gaan kleuren bij dag 1. Nou, ik doe even alsof het boontje 1 centimeter is gegroeid op de eerste dag dat ik wat heb zien groeien. Kijk, en dat ziet er zo uit. Zie ik nou op dag 2 dat hij nog 1 centimeter erbij is gaan groeien, dus dat hij 2 centimeter lang is. Dan kleur je 2 vakjes. Tot aan de 2. Nou, eens even laten zien hoe dat eruit ziet. Zo. Nou, dat gaat er al heel leuk uitzien. Als je op de andere kant kijkt van je groeigrafiekje, zie je deze hele mooie blaadjes. Met al leuke voorbeeldjes van de bonen. Hoe die eruit zou kunnen zien. Je mag, zoals je ziet, kun je 4 keer, op de achterkant zelfs 5 keer, kun je een tekening maken van hoe je boon eruit ziet. En dan mag je zelf een dag uitkiezen. De voorbeeldjes staan erbij. Misschien ziet jouw boon er dan wel zo uit. Of misschien nog maar een beetje zo. Nou, heel veel plezier daarmee. En ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten. Sturen jullie een foto?